Ik heb er geen zin in, maar zij ligt op bed, dus ik ga nog even verder met mijn stap foto's. Het is een zonnige dinsdagochtend. Ik was mijn camera vanochtend vergeten en we hadden echt zo'n haast. Want we konden allebei niet echt goed opstarten. We zijn en blijven geen ochtendmens, Sarah en ik. Sarah is nu op school en ik ga even stofzuigen. Moet ook gebeuren. Ik heb gestofzuigd, gewassen, schoongemaakt, noem maar op, alles. Ik heb tussendoor ook de overblijf nog gedaan. En ik ben moe en geur. En ik ga Sarah uit school halen. En we gaan gelijk de deur uit. Zij gaat nog even ergens spelen. Ja, bij een vriendinnetje. Mee. En ja, gewoon thuis weer eten. Dus het is even een uurtje. Oh, ik ben echt moe van vandaag. Ik kan er niks aan doen. We zijn weer thuis en het was helemaal heel geslaagd. En we gaan lekker eten. Honger, ja. Zij ook. Ik heb er geen zin in, maar zij ligt op bed, dus ik ga nog even verder met mijn stap foto's. Ik wil alle spullen pakken en al doe ik maar even 5 dagen of zo, dan is dat toch weer gedaan. Even zo moe vandaag, Ivo vanavond. Echt omschakeling weer van het schoolleven. Maar ik ben echt non-stop aan het gapen, helaas. Oh ja, en ik vind die bloemetjes nog steeds zo leuk. Ik vind ze echt super cute zo staan. Echt. Misschien eigenlijk nog leuker dan het grote boeket. Goedemorgen. Ik ben gisteren vergeten de vlog af te sluiten. Ik was zo druk bezig met de foto's, maar ik bleef maar gapen. En toen ben ik naar bed gegaan en toen heb ik er gewoon helemaal niet meer over nagedacht. Dus bij deze nog even snel. Bedankt voor het kijken. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren en een duimpje achter te laten. En dan zie ik je morgen. Doei doei!